Hallo met Christel. Ik ga vandaag de reading doen van mannelijke energie, mannelijke tweelingziel. Dus ja, geniet van de reading. Vergeet niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. En ja, geniet vooral van deze reading. Dus laten we beginnen. Dit is de Crow Tarotkaarten. Begint al goed. Begint al heel goed. Supergoed. Nou, kan niet mooi de eerste rij. Kijken wat de aanvulling is. Goed, de eerste kaart is 9 van bekers, is wensvervulling. De wensen gaan uitkomen voor de mannelijke tweelingziel, de mannelijke energie. Hij gaat dus zich bevrijden uit deze duivelse situatie. Dus het geluk komt weer. Hij gaat zich bevrijden. Dat is heel mooi. Want er komt een nieuw begin in de liefde. Jullie gaan elkaar weer vinden. Er komt eindelijk gerechtigheid in deze zaak. Misschien moet er dan wat uitgevochten worden bij het gerecht. Dat kan. Maar er komt eigenlijk ja, schot in de situatie. King of Cups. Ja, hij wil... die beker ontvangen en ook geven aan zijn vrouwelijke wederhelft. Zijn geliefde. Hij wil die sprong wagen met de voelkaart. Komt een nieuw, stabiel, nieuw begin voor... De mannelijke tweelingziel, automatisch is de vrouwelijke tweelingziel er ook bij natuurlijk. Want ja, dat komt samen. Dus een stabiel begin. Misschien ook financieel een nieuw begin. Misschien ander werk. Vastigheid samen. En ja, dat wikken en wegen, dat is over. Hij lag eigenlijk op zijn kop. Dat ze is over. Dingen komen in balans. En ja, er komt een heel gelukkig gezinssituatie. En ook financieel heel stabiel. 10 van munten. Dus het ziet er allemaal heel goed uit. En ja, dat die leugens en bedrog en die oneerlijkheid, dat gaat allemaal weg. Hij gaat open spel, kaart spelen. Hij vliegt echt weg uit een situatie wat niet meer past. Hij wil ook open kaart spelen naar de vrouwelijke tweelingziel. Goed, laten we kijken wat er nog meer is. Ik pak even deze kaart erbij. Ja, hij weet nou dat hij meer voor zijn vreugde moet gaan. En hij heeft steeds wel kleine overwinningen. En dat mag hij best vieren. Dat hij dus ook aan het groeien is. En ja, aardig in aan het halen is. Je moet het zo zien dus dat de vrouwelijke tweelingziel dus trappen opgaat. En hij zit er echt al achter de hielen, zeg maar. Hij kan bijna bij de hielen pakken. Zo komt hij dichterbij. Zo hard werkt hij om
om dit doel te bereiken, om samen te komen met zijn vrouwelijke tweelingziel. Wildness and freedom, let go and be. Ik heb even vertaald. Laat je grip los. Ja, hij mag het oude dus helemaal loslaten. Maar hij mag dus wel de dingen observeren, opmerkzaam zijn, maar hij moet uit die angst gaan. Hij moet zijn pad eigenlijk zorgeloos lopen, uit zijn schaduw stappen. Hij mag wild en vrij zijn. Laat het licht je verlichten en jouw licht weer anderen verlichten. Wees weer die vrije geest waarmee je geboren bent. Als je in een uitdagende situatie bent, wees dan moedig. Dus hij mag de originele zelf mag hij worden. Hè? Dus wild en vol vrijheid. Dus het oude loslaten. Niet meer over zich heen laten lopen door mensen. Ja, eigenlijk dicht bij zichzelf blijven. Zijn eigen koesteren, zodat hij in balans komt. Hij heeft het lichtje bij zich. Ja, hij moet echt aan zijn balans denken. De balans in zijn leven brengen. Ook balans tussen werk en liefde. Ja, hij gaat echt wel zijn fruit plukken. Dus hij mag zijn beloning ook plukken. Hij heeft heel veel uitdaging gehad. Net als de vrouwelijke tweelingziel natuurlijk. Het is niet alleen de mannelijke. Ja, hier hebben we Rose Garden. En deze staat voor... zij zijn verweven met deze rode roos. Maar ze hoeft het allemaal niet alleen te doen. Er is een rups hier zo in haar nek. En er is een vlinder. Dus de mannelijke tweelingziel is ook aan het transformeren. En die doornen, die prikken wel van de roos. Maar dat kan de mannelijke tweelingziel dus niet meer deren. Hij is echt sterker aan het worden. Ja, en vaak droomt hij misschien over vrouwelijke tweelingziel. Hij zit in die hand eigenlijk vast. Maar hij mag vrij vliegen. En hier zie je al die rozen en doornen. En dat mag hij dus weghalen. En in dat mooie kasteel wonen. En hij krijgt misschien heel veel mooie dromen over zijn vrouwelijke tweelingziel. Het universum laat hem dat allemaal zien. Hij wordt steeds bewuster van alles. Misschien ook spiritueler. Zijn intuïtie groeit. Hij weet meer wie hij is. Hij weet meer wie zijn vrouwelijke tweelingziel is. Hij wordt zijn unieke zelf. En de vrouwelijke tweelingziel, die laat haar staart hangen. En ze wil graag dat hij naar boven kon klimmen. Zodat hij ook de sky kan aanraken. Hè? Touch the sky. De lucht aanraken, maar het liefst naar haar toe klimmen. De vrouwelijke tweelingziel krijgt boodschappen van het universum ook door. Hoe ze misschien ook wel een beetje kan helpen. Dus ze wil dat hij natuurlijk naar boven komt. Ze zit te kijken van waar blijft hij? Waar blijft hij? Goed, laten we kijken wat er nog meer is. Blinde liefde, je hebt een beperkte waarneming van deze persoon. Het kan zijn dat hij dus in een relatie zit en dat ziet hij niet zo goed. Het kan zijn dat hij bijvoorbeeld, als hij net in een tweelingzielenproces zit, dat hij zich even weer op een relatie heeft gestort. Maar hij ziet het niet, hij is verliefd op die persoon eventjes. En dan is het weer over. Dat is maar gewoon tijdelijk. Dat moet je maar zien als iets karmisch wat hij nog op moet lossen. Want soms gaan ze wel eens gauw tussendoor iemand anders. En doordat ze verliefd zijn, dan zien ze het allemaal niet goed. Hij mag dus zelf reflectie doen en ontspannen en rusten. Naar zichzelf kijken, naar binnen keren.
Koud en kil. Iemand vertoont zich ongevoelig in deze situatie. Het heeft heel veel gedaan. Het tijd moet echt gaan keren dat hij dus meer die liefde gaat tonen naar zijn vrouwelijke tweelingziel. Hij deed net of je misschien alleen een beste vriend was, hè, of vriendin. Dus hij deed echt heel ongevoelig, maar diep van binnen wist hij het wel. Maar dat is gewoon een soort angst wat hij dan doet. Onverschillig, koud en kil, overkomen, trek je niks van aan, vrouwelijke tweelingziel. Als die je dat doet, het hoort allemaal bij het proces. Ja, deze relatie behoort tot het verleden. Dus er is een relatie wat niet meer past bij hem. Omdat hij niet meer goed kan kijken, is tijd echt een roze bril op gehad. Dus hij mag zelfreflectie doen. En, ja, het kan dus zijn dat hij jou dus aan de kant zet en ongevoelig was voor jou. Maar deze relatie waar je in zit, het kan ook een werkrelatie zijn. Dat past niet meer. Ja, de relatie gaat transformeren. De relatie tussen jullie gaat transformeren. Ja, het is zo, als je hem loslaat, dan gaat hij eens meer zijn best doen. Dan gaat hij je missen. En dan gaat hij denken van, waar zit ik in? Wat voor relatie? Dan gaat hij je missen en ja, dan pas wil hij eraan werken. Dus ga hem vooral niet achterna zitten. Ja, jullie draaien eigenlijk rondjes om elkaar heen. Dat is een heel bekend patroon bij je tweelingzielen. Dus ja, dat moet doorbroken worden op een gegeven moment. Hè? Dat kat-en-muisspelletje steeds maar om elkaar heen draaien. Ja, dus het is een kwestie van de uitdaging aangaan en omhoog klimmen. Naar elkaar toe klimmen. Hè? Net als dat meisje met deze staart. Ja, hij moet naar haar toe gaan klimmen. En echt ervoor gaan. Maar ja, in het begin is dat niet zo. Dus dan wijst hij heel vaak de vrouwelijke tweelingziel af. Schrik daar niet van als dat gebeurt. En ja, het is wel iets waar je best misschien over om moet huilen. Maar ja, dat is niet anders. Dat hoort eigenlijk bij deze hele reis. Synchroniteit. Synchroniteit loopt als een rode draad door het tweelingzielenproces. Ja, jullie maken soms ook dezelfde dingen mee. Allemaal toevalligheden wat steeds op pad komt. Zingeving. Je geniet van en vindt rust door de tweelingzielenenergie die ontvangst mag nemen. Die in ontvangst mocht nemen. Ja, het is tijd dat er weer dus rust komt, hè? Van elkaar genieten. En ja, deze liefdesenergie ook in ontvangst nemen. Dat jullie weer echt voor elkaar gaan. Connectie op het zielsniveau vormt de fundamentele verbinding tussen tweelingzielen. Ja, jullie hebben duidelijk een connectie. Jullie zijn ja, als één ziel eigenlijk door midden gehaald, lijkt wel. Hè? Dus gesplitst. En ja, het is heel bijzonder als ze dan weer samenkomen, de tweelingzielen. En soms lukt het dan ook nog even weer niet. En dan is het natuurlijk ook weer balen. Karma. De karmische verbinding tussen tweelingzielen stimuleert het innerlijke groeiproces. Ja, jullie leren ontzettend veel van elkaar. Veel karma uitwerken. De een triggert de ander heel erg. Ja, als je bijvoorbeeld afgewezen voelt door hem, is het soms iets uit je jeugd omdat je zelf weer bent afgewezen. Of hij negeert je. Het is ook weer iets van jouw jeugd dat jij bent genegeerd. Dus zo heb alles. Ga je echt van elkaar leren in het hele proces.
Onafhankelijkheid. Je bent onafhankelijk wezen en in staat om beslissingen te nemen. Ja, en dat geldt voor alle twee natuurlijk. Beslissingen nemen om voor elkaar te kiezen. Ja, misschien andere werken, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Dus niet meer afhankelijk van iemand zijn. Dominantie, omgeven door een sluier van zelfvertrouwen, maak je kom af met een suprematie van dominantie. Ja, dat kan dus zijn dat er iemand in het leven van de mannelijke tweelingziel erg dominant is en daar moet hij zich van bevrijden. Dus hij moet zorgen dat hij niet meer afhankelijk van deze persoon is. Want dat is echt iemand die erg de baas speelt. Kan een vrouwspersoon zijn, een manspersoon zijn. Dus kan zijn baas zijn, kan een broer zijn. Iemand die hem echt domineert. En hij ziet alles misschien nog door een roze bril in deze relatie. Deze persoon kan misschien ook wel heel charmante momenten hebben. En daardoor, ja, misschien is het een beetje een narcistische relatie, hè? Dat kunnen ook heel erg charmant zijn, die personen. Maar ondertussen hebben ze wel helemaal in de tang. Goed, laten we even deze kijken. Prioriteiten. Je begrijpt het allerhoogste belang van het manifesteren van de liefde in elke of in iedere situatie. Ja. Hij moet de prioriteiten richten op zijn vrouwelijke tweelingziel. En hier staat expressie. Je bent bereid je gedachten te manifesteren en ze om te zetten in daden van liefde. Ja, hij moet zich meer uiten. Hij moet echt zijn gedachten uitspreken, ze naar zijn hart luisteren en ja, alles in omzetten in daden van liefde richting de vrouwelijke tweelingziel. Zich niet doodstapelen op een situatie waar hij in zit, maar hij moet wel echt voor zijn doel gaan, hè? Zijn focus richten op zijn vrouwelijke tweelingziel. En het is niet gelijk dat hij dat gelijk doet hoor, in de beginperiode. Creativiteit, je houdt ervan nieuwe dingen, innovaties en vormen van verlichting te bedenken. Dus hij kan heel creatief zijn. Ja, hij moet ook genoeg van zichzelf houden. Eigenliefde, je realiseert dat eigenliefde nodig is om van iemand anders te kunnen houden. Dus dat weet hij nou wel. Dat hij eerst van zichzelf moet houden. Dus ook altijd voor zichzelf kiezen. Ook al is iemand dominant naar hem toe. Niks van aantrekken en gewoon toch de beslissing nemen. Medewerking. In je zoektocht om de energie van liefde te kunnen manifesteren, realiseer dat ieder mens en iedere ervaring waarde heeft. Ja, er komen allemaal mensen op zijn pad die hem echt helpen, zodat hij daarvan leert natuurlijk. En ja, die hebben misschien al gezegd in de hemel van, nou, ik kom op jouw pad. Ik zal je dat lesje even geven. Dus dat kan al van tevoren gewoon afgesproken zijn, hè? Als je eraan denkt, dan denk je, dat is heel bijzonder, hè? Goed, laten we deze even kijken. Het pad van de liefde. Toevluchtsoord. Even kijken wat hierbij staat. Engel op deze kaart vraagt je om gas terug te nemen. Neem een pauze. U werkt en probeert te hard. Als het aanvoelt of dat iets voortdurend buiten uw bereik ligt, of u wordt geconfronteerd met obstakels, betekent dat niet altijd dat u iets fout doet. Soms hebben dingen tijd nodig. Maak uw hoofd vrij van de gedachten die een wolk over u hebben geschoven. Vergeet alles even. Ontspan u. Laat de zon op u schijnen. Alles komt goed als het de tijd voor is. Dus ja, hij heeft misschien hij geeft te veel gas. En ja, hij moet eerst even rusten waarschijnlijk. De vakantietijd is daar natuurlijk een mooi moment voor. Dus eerst even deze doen.
Ja, geduld en volharding. Dat zijn deze kaarten. Neem een steen in je hand en mediteer op. Of neem de voorkant van de kaart. Dat kan niet, want die heb ik. De steen verwelkomt je. Laat je hart voelen. Zie hoe wij een constante spiegel voor elkaar zijn. Je bent overal alles teruggespiegelend. De steen absorbeert je en absorbeert de steen. Jij absorbeert de steen. Hoe kun je alleen zijn als je een stuk van alles bent? Je bent de totaliteit van eeuwigdurend bestaan. Daarom kan niets in je bestaan je kwetsen. Ja, hij moet volharden, volharden, doorzetten. Geduld hebben. Dan zien ze hier wat visjes. Ja, hier staat ook moed. Hij moet echt de moed hebben. Actie vergt moed. We voelen ons vaak als vissen zonder water. Dit is ook vissen voor ons zonder water. Die zwemmen in het bos. En die zwemmen in het lucht. Ja, afgescheiden, anders dan de wereld om ons heen. Vissen uit het water kunnen leren zwemmen in een nieuwe lucht van bewustzijn. Met een nieuw doel in het leven. Ontdek waar je kracht ligt. En ja, de moed moet jij hebben. Niet als een vis zonder water voelen. Goed, even kijken. Zal ik deze even doen? Voor de mannelijke tweelingziel. Nee, ik neem niet zoveel even. Minder. Minder, ja, dat is beter. Goed. Ja, weer take a break. Lichamelijk vermoeidheid. De mannelijke tweelingziel is lichamelijk heel erg moe. Nou, denkt de vrouwelijke tweelingziel ook. Vooral na een lange reis met hem is zij ook moe. Een kopje koffie. Ik lust zelf geen koffie. Maar goed, lichamelijk is hij erg moe. Dus hij staat toe aan een pauze. En hij is niet alleen, de spirits zijn bij hem. Er is meer dan genoeg ook voor jou. Dus hij is misschien bang dat hij misschien verlies leidt als hij bepaalde keuzes maakt. Misschien omdat hij afhankelijk is van iemand. Wijsheid, het zal geen twee keer gebeuren. Dus hij gaat als een ezel niet tegen twee keer tegen dezelfde steen aanstoten. En dus hij heeft zijn lessen wel geleerd. Hij gaat niet twee keer dezelfde fouten maken. Hij wordt steeds wijzer, ook de mannelijke tweelingziel. Wat is er nog meer? Toenadering, berichten van zijn gidsen. Misschien wilt hij wel toenadering doen met vrouwelijke tweelingziel. Misschien heb je hem wel geblokkeerd. Maar hij moet er wel klaar voor zijn natuurlijk, hè. Hij moet wel naar zijn vrijheid, zelfvertrouwen, kracht. Ja, zijn vrijheid tegemoet gaan. Kiezen voor ze, echt kiezen voor zijn vrouwelijke tweelingziel. Dus de uitdaging aangaan. Ja, niet meer in winterslaap. Hè. Hij moet echt ontwaken. Genezen van alles wat er op zijn pad is gekomen. Alle triggers. En dan kan hij door de poort. Hij ontvangt ook de lichtcodes. Nieuwe DNA misschien. Hè. Transparant, verstrikking, zachtaardig. Ja, hij zit misschien nog helemaal verstrikt in een situatie. Omdat hij te goed is, te lief is, te meedenkend is. Schuldgevoelens hebt naar de oude situatie toe.
Omdat hij denkt, ja, ik ben hier al zo lang, hè, in deze relatie of van deze werksituatie of dit bij mijn vrienden of ja, mijn familie. Ja, dan gaat hij zijn eigen verstrikken en dat is niet goed, hè. Dus voorouders, oude wijsheid, rituelen. Ja, zijn voorouders willen hem ook helpen. Hier staat pendelen, advies, antwoorden. Misschien vraagt u wel advies aan mensen. Misschien kijkt u ook wel readingen of zo, hè. Ja, misschien doet u echt pendelen. Ik weet niet of ze dat echt doen, maar goed. Dus iemand die misschien advies geeft aan hem. Engelen, vertrouwen, tekens van engelen. Erin geloven ook, hè. Misschien krijgt hij veertjes. Had dat opeens een veertje voor... ja, voor zijn neus ligt, hè. Teken van de engelen. Kijken wat hier uit wil komen. Ja, hij moet eigenlijk uit die cirkel stappen, hè. Steeds maar hetzelfde rondje draaien. Nou, hier hebben we de trommel. Ga ik even kijken wat dat betekent. Deze kaarten gebruik ik niet zo vaak. Moeten we even zoeken, want er staat weer geen nummers bij. Het staat ook niet op, op alfabetische volgorde. Kijk of er achterin wat staat, voorin. De trommel. Ja hoor, ik heb hem gevonden, nummer 52. Het ritme van de trommel lijkt op het kloppend hart van het universum. Het houten frame verwijst naar de bomen en helpt je om via de onderaardse wortels en de takken de reis omhoog te maken. De huid van de trommel geeft de sjamaan de kracht van het dierrijk. Het slaan op de trommel doet denken aan de kracht van de donder. En het geluid van de aardbeving. De trommel nodig je uit om in trance te komen. Waardoor je kunt helen en voelt wat er zal gebeuren. Ja, de trommel nodig je uit om een moedige stap te zetten op je reis. De krachten van de hemel en aarde staan op één lijn. En steunen je om alles moeiteloos te doen. Je moet er niet tegen de stroom ingaan. Als je eenmaal bent gesprongen, krijg je de stroom... brengt de stroom je precies waar je naartoe wilt. Verzamel je krachten en vermaan je, want het wordt een spannende en glorieuze reis. Laat je meegaan op het ritme van wat van wezenlijk belang is in je leven. Je moet erkennen dat je niet in het plaatje meer past of een andere rol hebt. Of een foutieve relatie hebt. Ontdek je eigen ritme. Antwoord op het ritme van de drum in de vette. De prijs die betaald wordt door twijfelen, wordt iedere dag hoger. Het is tijd nu om verder te gaan. Ja, hij past niet meer in het plaatje. Hij ziet alles nog een beetje door een roze bril misschien. Of heb het lang gedaan. Maar hij moet echt eruit gaan, hè, onafhankelijk zijn. Nog eentje. Ja, hij gaat wel tot inkeer komen. Want het is toch de bedoeling dat hij dus een mooie vlinder gaat worden, hè? En dat is heel belangrijk. Hij moet gaan transformeren. Hij moet uit die cocon. Dus ja, die inkeer die komt er wel aan. Hij gaat zich wel overgeven op een gegeven moment, hè?
Dus hij moet uit zijn angsten gaan. Hij moet eigenlijk meer inzichten krijgen van bewustwording. Niet meer alles ontkennen. Deze relatie niet ontkennen. De tweelingziele relatie niet meer ontkennen wat hij wel vaak doet of heb gedaan. Komt echt succes. Weet dat hij moet weten dat er geen groter doel is in het leven dan liefde. Succes in de liefde. Een liefdevolle relatie. En hou van jezelf, mannelijk tweede ziel. En I see myself in everyone. Je ziet jezelf in iedereen. Kijk wat aartsengel Michael wil zeggen. Soms is het tijd om te rusten en even niks te doen. Ja, ik denk dat heel veel mannelijk tweelingziel nu in een beetje rustige periode zijn. Misschien zijn ze op vakantie of ze gaan binnenkort op vakantie. Stop met het vragen naar bevestiging. Het antwoord draag je al met je mee. Dus hij kan zijn dat hij steeds vraagt, mag ik iets in een droom zien? Geef me de teken dit, geef me het teken dat. Maar het antwoord ligt al in zijn hart. Hij houdt van de vrouwelijke tweelingziel. Daarna komen de zegeningen op zegeningen als hij een beslissing heeft gemaakt. Voor de beide tweelingzielen. Want ja, als je hard werkt, word je ook beloond. Geef mij toestemming om de karmische koorden door te snijden. Dus aartsengel Michael wil toestemming om de karmische koorden door te snijden. En mannelijk tweelingziel, ja, het is wijs om dat dan te vragen aan aartsengel Michael. Om dat ook te doen voor je. Dat hij helpt om die karmische koorden met die personen, die dominante personen, door te snijden. Laten we even kijken naar de letters. We hebben hier de S van vrouwelijke mannelijke tweelingziel. Voor of achternaam. En soms kan er een woord uitkomen. We hebben hier de Q. De K. De U. Kus. Ja, hij wil haar kussen. De mannelijke tweelingziel wil haar kussen. De H. Doe nog twee. Proberen. Ja. De A. En de E. Kijken of ik nog meer zie. Dus voor- of achterletter van de naam van de mannelijke tweelingziel, vrouwelijke tweelingziel. Ja, ik zie dus keus. Hij moet echt een keus gaan maken. Een keus voor de vrouwelijke tweelingziel. Om het oude achter zich te laten. Dat mag verbroken worden. Goed, laten we kijken wat hij wil zeggen, de mannelijke tweelingziel. Heb geduld alsjeblieft. Ja, de vrouwelijke tweelingziel die kan eigenlijk niet wachten tot hij weer komt. Ik voel zo onweerstaanbare aantrekkingskracht naar jou toe. Ja, dat blijf je houden. Andersom ook. De zielen trekken elkaar aan. Ik voel me zoveel beter nu ik mij op mijn eigen leven focus. Hierdoor staat de weg naar mij open voor jou. Ja. Het is beter dat hij even op zijn eigen leven focust. De vrouwelijke tweelingziel ook op het eigen leven focust. Ga hem niet steeds achterna lopen, want dat weet ik averechts. Je hoeft niet bang te zijn, lieverd. Ja, misschien ben je bang dat hij niet meer terugkomt. En dan ga je hem steeds achterna lopen. Nou ja, dat kan je beter niet doen. Dat doet het proces alleen maar langer.
Wat zou de liefde nu doen? Ja, dat vraagt hij zich af, hè. Kom je nog bij elkaar? En ik heb het gevoel dat ik je al veel langer ken. Ja, dat klopt ook wel. Dat uit vorige levens, meerdere vorige levens, kan dat zijn. Hoeft niet altijd in geliefden te zijn, maar ook moeder-kind, relatie. Ja, van alles. Het kan ook zijn dat je zijn grootste vijand was. Je weet me nooit. Ja, het gaat wel wat sneller, het proces met de auto. Ja, hij moet wel de bagage achterlaten, hè. Dus hij heeft een zware last terwijl hij mee loopt. Stekelige dingen gebeuren er op het ogenblik. Hij wil weer heel worden. Ik kan niet praten. Ja, hij studeert wel op dit onderwerp, tweelingzielen. Misschien kan hij ook goed leren, misschien studeert hij nog. We hebben hier de letter L. Ja, hij moet stabiel worden, stability. Letter F. Hij gaat meer naar zijn intuïtie luisteren. We hebben hier de letter R. Ja, hij heeft erg langzaam erover gedaan, maar hij gaat nu wat sneller. Dus hij gaat nu wat sneller met die auto. Ja, hij heeft een tijd niet gepraat. Maar ja, hij wil nog wel richting de vrijheid. Hij gaat wel richting de vrijheid. Hij moet zich bevrijden ook. Dat is wel het doel. Bevrijden uit de situatie. Even wat knipsels erbij pakken. Zoek steun. Ja, hij zoekt misschien steun bij andere mensen. Misschien telepathisch steunen, dat hij telepathisch bij je bezoek komt. Dromen, visioenen en vragen op paranormaal gebied. Ja, hij krijgt waarschijnlijk heel veel visioenen, dromen. En ja, hij moet nog veel leren op paranormaal gebied. Meestal is de mannelijke tweeling minder paranormaal, dus en had hij nooit zo één verdiept misschien. Maar het wordt nog steeds, krijgt hij meer interesse erin. Dat is niks. Kijk wat we hier hebben. Ja, hij bevindt zich eigenlijk in het bos. En ja, hij moet daar door die grot heen eigenlijk, door die opening. Als ik niet schrijf of kunst maak, voel ik me als een hond die niet wordt uitgelaten. Oh, nee, dat is de verkeerde kant. Haal het beste uit jezelf. Ik moest deze kant lezen. Even kijken hoor, dan moet ik wel goed de goede kant lezen. Ja, hij is tot meer besef gekomen. Hij is wel moe, kijk, hij hangt in de hangmat. Het kaarsje hadden we al, hè? Dus hij is echt vermoeid. Ik hou van duidelijkheid. Ja, het is misschien een aardeteken die altijd wil duidelijkheid. Ja, soms als jij een mannelijk tweelingziel dus niet praat met zijn vrouwelijk tweelingziel, dan krijgt hij ook geen duidelijkheid. Maar de angst houdt hem tegen vaak. Hij zegt wel, coming soon. Hij gaat wel overal streepjes zetten. Net zolang tot het bordje vol is. Van, nou, dat heb ik overvonden. Dat heb ik weer voor mezelf opgekomen. Die les heb ik weer geleerd. En dan is het bordje vol en dan komt hij. Dus hij zit ook de dagen af te tellen eigenlijk, tot hij zover is.
Ja, hij loopt daar met zijn rugzak op, hè. Ik had al met die rijd nog een zware last mee te sjeulen. Die kaart had ik hier ook al, hè, die rugzak. Maar hij komt er wel aan straks met zijn paard. Dus hij wil wel richting jou, hoor. Maar ja, hij moet wel zijn lessen leren, hè. En dan komt hij echt thuis. Thuiskomst. Union. Ja, hij zegt wel van, ik kan het, je kan het ook mannelijk tweede ziel. Dus het is wel, ook vechten om het te bereiken. Het vergt echt de daadkracht. En dat is voor beide partijen. En dan voor de transformatie. Zal ik nog één doen? Ja, er zijn natuurlijk hartstikke zure dingen bezig. Fantaseer, lach, durf en experimenteer. Ja, misschien fantaseert je al heel veel over vrouwen tweede ziel. Nu nog de durven en experiment dus aan te gaan met deze reis. Kijk wat de vrouwelijke tweelingziel wil zeggen tegen hem. Ik heb je getest, hoeveel hou jij van mij? Dus de vrouwelijke tweelingziel, er zit nog een beetje onder, van heb hem getest, hoeveel houdt hij van mij? En vaak is het soms niet genoeg geweest, dus is ze er vandoor gegaan. Is deze liefde de moeite waard om ervoor te blijven vechten? Dan vraagt ze het eigen af. Ik zou zeggen, toch wel vrouwelijke tweelingziel. Ja, ik wil jou. Dus ze zit wel een beetje in twijfel. Van, ja, ze wil hem, maar ze denkt ook van, is het wel de moeite waard om hiervoor te blijven vechten? Hoeveel hou jij van mij? Ik heb je getest. Je hebt waarschijnlijk niet de waarheid verteld. En dat was natuurlijk een domper voor de vrouwelijke tweelingziel. Als dingen veranderen in je leven, weet dan dat het de bedoeling is van het universum. Ja. Alles is de bedoeling van het universum. Beter luisteren naar het universum is het beste wat je kan doen. Ik wacht stiekem op jou. Misschien denk je van niet. Nee, misschien denkt hij echt niet meer dat zij op hem wacht. Vertrouw mij en deze connectie. Ik heb mijn ETV. Eet te veel. Ja, vertrouw mij en deze connectie, zegt ze tegen hem. Hij begint soms ook te wantrouwen, want hij praat niet. Dus dan komt er geen duidelijkheid. Dat krijg je dan, hè? Dan krijg je misverstanden. Dus dat is natuurlijk ook niet leuk. Maar ja, uit angst praat hij niet, hè? Goed, dat was mijn reading. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!